Dames en heren Schepenen, gemeenteraadsvoorzitter, gemeenteraadsleden, leden van het bijzonder comité, algemeen directeur, financieel directeur, coördinatoren en vooral alle medewerkers van de gemeente Malle en het OCMW van Malle. Bij een nieuw jaar hoort een nieuwe toespraak. Niet zozeer omwille van de traditie, maar wel omdat momenten waarop appreciaties en stimulansen worden uitgesproken eerder schaars zijn. En terzelfde tijd noodzakelijk. Zeker nu, bij aanvang van 2021. Want bij alle aandacht die terecht naar de zorg in al haar facetten is gegaan en naar de zogenaamde essentiële beroepen, zoals politie, brandweer, onderwijs, besloop het gevaar om aan jullie, de medewerkers van gemeente en OCMW, voorbij te gaan. Jullie zijn even essentieel als de net opgesomde beroepen, die overigens tot voor enkele jaren ook allemaal nog gemeentelijk waren. Vandaar bij deze, namens het ganse gemeentebestuur, onze waardering en respect om al onze diensten vlot draaiende te houden, om u soepel aan te passen aan de steeds wisselende, niet altijd even duidelijke regelgeving en er coronaproof te zijn voor onze burgers, voor alle Mallenaren. Aan alle Mallenaren, dank en felicitaties, omdat u de bijzondere omstandigheden die COVID-19 teweegbracht, met heel veel empathisch vermogen, relativeringsvermogen en incasseringsvermogen hebt verwerkt. Ik ben de koning niet, nog de Vlaamse minister-president, nog de burgemeester van Antwerpen en de volgorde is volkomen willekeurig. En mijn boodschap wil niet de zoveelste in de rij van de clichés en van de ingestampte deuren zijn, maar desalniettemin, ik wens u een gezond, gevaccineerd 2021 toe. Dat ieder van u in 2021 de tijd van zijn leven mag beleven in een energiek en bruisend Malle. Tijd om nog eens op de ons eigen wijze door het voorbije jaar 2020 te laveren. Een mottig jaar voor velen, een boerjaar voor anderen. Voor de virologen, de epidemiologen, de vaccinologen, de biostatistici, de pneumologen, de infectiologen, de immunologen en de spoedartsen. Gelukkig, zo kwamen er toch eindelijk artsen aan te pas. De zeep- en handgelfabrikanten, de producenten van plexiglaswanden, van mondmaskers, van ontsmettingssproeiers, van tablets en laptops, van wc-papier, van afhaalmaaltijden, van ziekenhuisbedden, van asurnes. Een boerenjaar voor cijferfetischisten, voor journalisten waarzeggers, voor gouverneurs, voor de vele ministers van volksgezondheid, voor doventolken. En wat ik niet goed begrijp, die speeches worden toch ondertiteld. Doven kunnen toch ook zien. En als zij al blind zouden zijn, zien zij de tolk toch ook niet. De hulpzint in Mol kreeg de Zwarte Piet toegeschoven. Een soort afstandsroede voor stoute rusthuisbewoners. De ontploffing van een lading explosieven in de haven van Beirut. De bosbranden in Californië. 1000 of liever 150.000 hectare in de as. 75 verschillende nationaliteiten in Malle. Het parasolgevecht op het strand van Blankenbergen. De storm Kiara. Geen cyclotros in Merksplas, zaterdags wel in Oostmalle. De pladijs, de vis van het jaar. Evelyn, de mysterieuze sokkenverkoopster uit Gent. Een soort virtuele rattenvanger van Hamelen 2.0. Die achter zich narcistische exhibitionisten verzamelt die hun zwans achterna lopen. Eerste tussendoor wijsheid. Wie zich in volle glorie tentoonstelt met zijn flurk, wijst al rap de expo-organisator aan als schurk. De opening van de Brandenburg Willy Brandt luchthaven in Berlijn. De lopende haarverf van Giuliani of als een pruik van okselhaar. Delphine van België op tv-zitten bij haar vader en plusmoeder. Het faillissement van Brantano. Een reuzengom zal niet volstaan om de folterdood van Sandra Dia uit het geheugen en uit het geweten van zijn studentenclubgenoten weg te vegen.
De benoeming van Malenaar Tinne van der Straten tot minister van Energie. Het overlijden van haar 100-jarige onkel Tom Meeuwsen. De moord op de Aalsterse oud-burgemeester Ilse Uitersprot. 148 ton cocaïne onderschept in de haven van Antwerpen. Rad van Fortuin opnieuw op tv. De regenpijpafdaling van de Hongaarse minister Joseph Schaier. De eerste Pfizer-spuit voor Jos Hermans. Gezost zijn krijgt ineens een andere betekenis. De duik van Remco Evenepoel. De bitspringhanen in Afrika. De drugsgranaten in Antwerpen. De antiterrorismewetten op basis waarvan nu de familiefeestmisdadigheid rond de kerstkalkoen wordt bestreden. De verklikkingsdrang. Toon van den Bosch, Belgisch kampioen cyclocross bij de belofte. Het kot van Maggie de Blok. De truien van Van Raast. Het voorbeeld voor circulaire economie. Het metaal van de beelden van Leopold II wordt gerecupereerd om er Congolese machetes van te maken. Uitstekend voor losse handjes. Tweede tussendoorwijsheid voor het knuppelcontact van hormoonexplosieve mannen. Vermijd de fatale druppel, doe een Durex aan zijn knuppel. De toeroverwinning van Tadej Pogačar. De scheve fietshelm van Primož Roglič. De vergiftiging van Alexei Navalny. De satellietentrein van Elon Musk. Het overlijden van Johnny Voners. De superverspreidende après-ski baarman in Ischgl. De zussen van Tine Nijs en het euthanasieproces. SPA wordt vooruit. De vooruit wordt anders. En 78% van de autoruiten die beschadigd worden, betreffen de vooruit. De verwoestende brand in het vluchtelingenkamp Moira in Griekenland. België is dan bereid om 12 niet begeleide minderjarige ervan op te vangen. De autocaravaan van het Vlaams Belang. Derde tussendoorwijsheid. Wie zijn ideeën in pekel bewaart, heeft dra een hoop zuurigheid vergaard. De Brexit en de Mexit. De netiquette. Als een der eerste scholen in Vlaanderen beslist het Sint-Jan Bergmans College in Westmalle dat leerlingen geen les meer mogen volgen vanuit hun bed. Nochtans is onze gemeentelijke leuze waar rust en bedrijvigheid samengaan. De Wolvin Novella. De containercup. De crash van Fabio Jacobsen. Het proces en de repatriëring van Katje Lee. De laatste woorden van George Floyd. I cannot breathe. Tic-tac terug op tv. De powerpoint van premier Gulmes. De trainers van AA Gent. Het afscheid van Martin Tangen. De droge humor van Delphine Leconte. De blote billen van Ella Leijers. De wimperplinkende Catherine van Eylen. De prijswinnaars van 2020. De duurste duif, New Kim, verkocht voor 1,6 miljoen. De misleidendste artiestennaam, Zwangere G. De beste begrafenis van Diego Maradona. De beste niet bewezen diefstal, de Amerikaanse verkiezingen. De feilloosste messteek in de rug, in die van Christophe Calvo. Het politieke straatje zonder eind, de Rue des Bouchers. De warmste week, de warmste maand, het warmste jaar. Het meest vergeten journalistenpensioen, dit van André Vermeulen. Het vunzigste therapiegerief. Het penseel van de liefde van de veroordeelde Bo Koolshaat. De minst geliefde plannen. De plannen voor de Mostheuvelaan. Pitpa geraakt ze aan de straatstenen niet kwijt. Het leegste paleis, het sportpaleis. De leegste weide in Werchter. De meest gelukte transgender transitie. Frankie wordt Odette. De overtolligste productie, die van Vatenbier. De langst verwachte bijna-regering met PS en N-VA. Tot daar de prijzen. Al hadden we er nog veel meer kunnen uitreiken. Zoals voor de oorlog in Nagorno-Karabakh. Of voor het kind van Natalia, Bobby Lua. Voor de Masked Singer en de Masked Swinger. De scheiding van Koen en Valérie. Van Marco Borsato en Leontin.
voor 25 jaar thuis, de weduwe van Joseph Chovanec en de luchthavenpolitie van Charleroi, het overlijden van Robbe de Hert, van Sean Connery, van Armand Storms en van Lisbeth, het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvel, List. De jas van Joachim Koens, de sneakers van Mateke Rousseau, de tomaten van Jan Bon, het mondmasker van Koen Geens, de kanker van Arno, de sluiting van het Hofke, het verbod op het woord neger en op het gebruik van het woord zigeunershuis, de tentoonstelling van Van Eyck, de trofeeën van Van Aert, de branden in Australië, de doorgesneden keel van een Franse leraar, corona, COVID-19, de regel van 4, social distancing, lockdown, avondklok, essentiële beroepen, zorg, huidhonger, bubbels, curves, virus en besmettingen, cijfers, symptomen, mutaties, testen, maatregelen, vaccins. De lang verwachte vaccins. Waarmee we ineens in 2021 zijn beland. Het jaar van de hoop en van het herstel. Het herstel van het samenleven. Van verbinding en verbondenheid. Van weer zien, weer voelen, weer groeten, weer ten volle leven en genieten. Genieten van elkaar, van onze familie, onze buurt, in het besef welke enorme voldoening vrijheidsbeleving kan geven bij een milde gezondheid. Dat kunnen overpeinzen tussen het geroezemoes van kinderen en kleinkinderen, nippend van het beste wat deze aarde te bieden heeft, de trippel van Westwalle, wens ik u allen toe in 2021. Maak er een zot jaar van. Leven mallen, leven 2021, of toch minstens een stevig gedeelte ervan.